dat verkopen. Dus hij maakte hem open en hij vond onder andere een aantal tekeningen. Maar hij wist op dat moment niet dat Van Gogh later een bekend kunstenaar zou worden. Dus hij heeft die tekeningen meegenomen naar de grote markt en daarvoor een dubbeltje per stuk gekocht. Dat was niet de beste commerciële actie. Een paar jaar later werd Van Gogh al wat bekender en heeft hij een aantal tekeningen terug kunnen kopen voor een Rijksdaalder. In die tijd al best wel wat geld, maar toch een schril contrast met de miljoenen die tegenwoordig worden betaald voor Van Gogh. Bijzonder aan Van Gogh is dat al zijn schilderijen zijn beschreven in de brieven, in de briefwisseling die hij had met zijn broer en zijn galeriehouder en andere mensen. Er zijn natuurlijk een aantal musea die gespecialiseerd zijn en veel onderzoek doen naar Van Gogh. Dus zijn oeuvre is eigenlijk wel bekend. De kans dat er een onbekend schilderij van Van Gogh opduikt is vrij klein. Behalve de tekeningen uit die kist. Want daar zou dus nog best wel eens iets van kunnen opduiken. Hier op een zolder in Breda. Dus ik zou echt dan heel graag een keer een grote zoekactie over heel de stad willen organiseren. Om te kijken wie heeft die ontbrekende tekeningen liggen. Ja, het is wel echt een gek verhaal. En twee ontwerpers, Thomas en Jurgen, die inmiddels in Rotterdam werken, maar toen nog hier in Breda zaten, die hebben dat verbeeld op deze manier. Het lastige van waar wij in Breda mee te maken hebben met onze muurschildering, is dat de muren altijd vrij lang en vrij laag zijn. Het liefst heb je een hoge muur. Dan heb je veel meer zichtlijnen op, maar wij hebben veel lange muren, niet zo heel hoog en een hele korte kijkafstand.